onwaarschijnlijk, hè, de kansen dat jullie laten liggen. Wat moeten mensen nog hebben? Dat weet ik niet. Ik denk dat we van alleen kunnen zeggen dat vandaag de beelden alles zeggen, denk ik. Ik denk dat we zwak beginnen aan de wedstrijd. Na 5 minuten ons laten een beetje veel te gemakkelijk 1-0 achterkomen. Een beetje moeilijk had voor de wedstrijd te komen, maar na 20, 25 minuten komen we in de wedstrijd. Ik denk dat we het meer losgelaten hebben. Ik zeg, en zoals gezegd, dat is 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 is. Dat kan ook allemaal vandaag, maar het is 2-1. Elke, dit moet zuur zijn toch wel. Hè? Je bent 70 minuten baas en je verliest met 2-1. Ja, het klopt. We zijn niet goed begonnen aan de wedstrijd, waar die eerste goal al valt van Heist. En na 20 minuten hebben we ons goed herpakt en zijn onze kansen gekomen. Ja, en die vallen dan net niet binnen. En juist voor de rust valt ze dan wel. En dat was een goede drive om zo uit de kleedkamer te komen. En ik denk wel dat dat ook goed gelukt is. We hebben eigenlijk de tweede helft weinig weggegeven nog. We hebben alle kansen waren voor ons. En ja, dan valt die niet. Dat is heel zuur. Ja, ze hebben enkele mooie kansen gehad, zeker. Maar ik denk dat we nu ook niet onze slechtste partij van het seizoen. Allee, het is niet altijd mooi voetbal, we moeten ervoor knokken. Dat wisten we in het begin van het seizoen. We zullen elke wedstrijd moeten voor knokken. Met de kwaliteiten die we hebben, gaan we er elke match 100% voor. Maar dat we hier nu zo onverdiend gewonnen hebben. Allee, ja, dan zou ik eerder zeggen dat misschien een gelijkspel nog billig geweest was. Maar dat het zo onverdiend was, daar ben ik niet helemaal mee akkoord. Jeroen, mag ik zeggen dat je vanmiddag goed wegkomt? Ja, dat klopt. We hebben, als ik de hele wedstrijd bekijk, hebben we de eerste 20 minuten wel een heel goede 20 minuten achter de rug. Met goede druk, toch met momenten goed voetbal. En gevaarlijk, want daar scoren we ook in de eerste 20 minuten. Maar daarna zijn we eigenlijk stilgevallen. Ja, wat gebeurt er dan? Hè? Want je hebt de wedstrijd in handen, die eerste 20 minuten. Je scoort, dan denk je van ja, oké, nu gaan ze doorduwen. Maar het was andersom, want de resterende 70 minuten kan je eigenlijk stellen dat voor de tegenstrever was. Ja, dat klopt wel. Ik denk dat het kantelmoment echt was toen Tine op één fase 3 kansen na elkaar kon spelen. En dan tegen de Tekla, dacht ik, nog afgewerkt. En dat dat kantelmoment was. En dat we sindsdien wel stilgevallen zijn. Misschien was schrik. Of toch gebrek aan vertrouwen op dat moment om te blijven brengen waar we mee bezig waren.